Goedemiddag, hartelijk welkom vanuit het Erasmus MC bij het vijfde patiëntenwebinar vanuit het Academisch Centrum Urogenitale Tumoren. Wij zijn ontzettend blij dat u ervoor gekozen heeft om achter uw scherm te gaan zitten in plaats van buiten de Storm Dudley te trotseren. Hier bij mij aan tafel een aantal experts die u zullen bijpraten over blaaskanker en dat met name wat dat nieuwe ontwikkelingen in blaaskankerzorg. Bij mij aan tafel zit Danielle van Diepen. Danielle, welkom. Danielle is uroloog, verbonden aan het Erasmus MC en verricht met name robotgeassisteerde operaties. Debbie Robrecht, nou, welkom Debbie, internist-oncoloog. Behandelt patiënten met urogenitale tumoren met een specifieke aandacht voor blaaskanker. Welkom. Dankjewel. Links van mij zit professor Chris Bangma. Chris Bangma zal de chat bedienen en vragen vanuit uw kant die van harte aangemoedigd worden om te stellen aan mij doorspelen en die kunnen we dan met het panel beantwoorden. Achter het spreekgestoelte staat Denise Koper, zij is oncologieverpleegkundige hier in Erasmus MC. Zij zal zometeen het spits afbijten met de eerste presentatie. En wij verwachten nog bij ons Martine Frankena, radiotherapeut, bestralingsarts. En zij zal ook een presentatie houden. Denise, ben jij zover om Zeker. Ons en de mensen thuis toe te spreken? Dan graag. Ik ben Denise Koper. Ik ben oncologie- en palliatief verpleegkundige. En ik wil u vandaag iets vertellen over wat mijn werk inhoudt op het Blaaskankercentrum. Wat is palliatieve zorg? Om te kunnen uitleggen wat ik precies doe, wil ik u eerst uitleggen wat palliatieve zorg precies inhoudt. Eigenlijk allesomvattend kan ik zeggen dat het zorg betreft in de laatste levensfase. Deze zorg kan lang duren, maar kan ook kort duren. En daarbij hoort natuurlijk ook de zorg voor naasten. Soms is het zo dat de ziekte erg snel vordert en er maar weinig tijd is. Bijvoorbeeld omdat er geen behandeling meer voorhanden is. Het kan ook zijn dat dit nog wel aan de orde is en dan kan deze fase langer duren. Gemiddeld is de overleving 1 tot 2 jaar nadat de diagnose gesteld is. En wat ook nog wel even belangrijk is om te zeggen, soms verwarren mensen de palliatieve fase met de terminale fase. Maar de palliatieve fase duurt veel langer. De terminale fase is de laatste 3 maanden van het leven. Nou, de taken die ik heb in deze fase is het bestrijden van klachten. Angsten wegnemen door het gesprek aan te gaan en advies en voorlichting hierbij geven. Daarnaast kijk ik samen met de patiënt wat nog noodzakelijk is omtrent de conditie en de voedingstoestand. Die kan dan nog geoptimaliseerd worden, waardoor de kwaliteit van leven ook weer verbeterd wordt. Wil je de klik even gebruiken? Oh, sorry. Excuus. Nou, ik wil jullie meenemen aan de hand van een casus. Die zal ik even oplezen. Een 64-jarige man met blaaskanker krijgt enkele maanden na de operatie, waarbij de blaas is verwijderd, het slechte nieuws dat de ziekte weer terug is. Het is hem ook aan te zien, want hij kwam op de polykliniek en we zagen eigenlijk meteen dat hij flink was afgevallen. En dat bleek dus 15 kilogram te zijn. En hij had nauwelijks energie. Hij zag er echt heel slecht uit. En op dat moment werd er ook dan besloten dat er geen verdere behandeling meer mogelijk was en dat er rekening gehouden moest worden met het naderende sterven. Nou, deze man was verstandelijk beperkt. Hij woonde zelfstandig, maar heeft wel veel hulp van zijn zus. Zij was dan de mantelzorger. En hij heeft een broer die in Canada woont. De patiënt gaat dan als eerste in gesprek met de uroloog. Daar kreeg hij dan ook het slechte nieuws. Hij schrok daar ontzettend van. Ik als verpleegkundige zit ook bij dat gesprek en op dat moment observeer ik al wat er dan met iemand gebeurt. En daarna gaat een patiënt met mij mee en daarna dan gaan wij samen het gesprek aan. Wat ik dan doe is luisteren naar iemands reacties. Ik beantwoord vragen die er op dat moment zijn en ik luister aandachtig. Vragen die gesteld kunnen worden zijn, waar ga ik sterven, wie moet erbij zijn, dat zijn vragen die dan al naar voren soms komen en soms is het alleen maar
eventjes het uiten van emoties. Mag je tussendoor wat vragen? Zeker. Wat als mensen zo'n heel slecht bericht krijgen van de arts? Iedereen reageert natuurlijk op zijn of haar manier. Maar wat kun jij vertellen wat je het meeste ziet in de spreekkamer? Of waar de mensen het meeste behoefte aan hebben? Ja, de meeste mensen hebben gewoon behoefte aan een luisterend oor op dat moment. Dat je gewoon even luistert en wat tips en adviezen geeft. Ja, dat eigenlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Maar er zijn ook wel vragen die al beantwoord moeten worden. En merk jij verschil van patiënt en familie bij jou en bij de arts? Zeker. Bij de arts is het toch vaak, de drempel ligt toch vaak wat hoger om wat inhoudelijker in te gaan op vragen. En het komt ook soms vaak nog niet aan. En als ze dan bij mij komen, durven mensen toch vaak wat opener te reageren en meer te zeggen wat ze echt denken. Mm-hmm. Ja, dat merk ik wel. Okay. Even kijken waar ik nou gebleven ben hoor. Ja, deze meneer die wilde eigenlijk, om op de casus terug te komen, heel graag weten of hij thuis kon blijven totdat hij zou overlijden. Dat was eigenlijk meteen al een vraag van hem. Dus toen hebben we het erover gehad wat de mogelijkheden waren. Ja, en dat is dan ook een stukje proactief zorgplannen. Dat is heel belangrijk binnen ons vak. Dat is eigenlijk iets wat, dat is eigenlijk een gesprek die je voert vooraf gaat dat iemand heel erg achteruit gaat, waardoor je dan al interventies in kan zetten wat de kwaliteit van leven en sterven kan verbeteren of optimaliseren. Ja. Even kijken hoor. Nou, dan gaat hier de casus verder. Nou, hij ging ontzettend snel achteruit. Ik had heel veel contact met zijn zus en zij gaf eigenlijk aan dat hij alleen nog maar op de bank lag te slapen, dat hij niets meer deed. Hij was ook ontzettend eenzaam. Zijn zus was er wel vaak, maar hij was echt over het algemeen veel alleen. En op dat moment leek het mij goed om hulp in te schakelen. En mijn advies was ook om hem over te plaatsen naar een hospice, omdat dit een plek is waar hij dan 24 uur per dag mensen om zich heen heeft die hem te hulp kunnen schieten. Het geeft ook rust voor de familie. En tevens, dat staat niet in deze casus, had hij ook allerlei taakjes die hij nog het gevoel had dat hij moest doen, zoals afwassen en dergelijke. En dat zou hem dan ook uit handen genomen worden. Nou, zijn zus had dit dan al met hem besproken en ze gaf aan dat hij het zelf ook het beste vond om naar een hospice te gaan voor het laatste stuk, ondanks dat hij het wel moeilijk vond om zijn huisje achter te laten. Even kijken hoor. Mijn dingetje doet het niet meer. Nou, uit het ziekenhuis ben ik toen gaan telefoneren met de huisarts. En dat is dan eigenlijk een korte schakel die we hebben. Omdat de huisarts dan toch vanuit thuis moet regelen. En toen kon hij de volgende dag al naar een palliatieve unit van het verpleeghuis. Ja, hij is daar enkele weken later dan rustig overleden. En gelukkig is zijn broer uit Canada nog overgekomen. Nou, wat heb ik gedaan tijdens dit proces? Ik bied natuurlijk een luisterend oor voor de familie. Niet omdat ik daadwerkelijk echt iets kon doen, want de zorg was immers overgenomen door het hospice. Maar ik had inmiddels een vertrouwensband met hen opgebouwd. En zij vond het ook prettig om contact te onderhouden. En ik kon haar ook telefonisch nog tips en adviezen geven en een stukje rouwverwerking. Zij vond dat prettig. Nou, wat kan ik vanuit het ziekenhuis betekenen? Wat ik net al benoemde, het contact. Maar ook zaken die ik regel, zoals palliatieve of oncologische zorg thuis. Soms is het nodig dat er een case manager bij iemand komt die bijvoorbeeld weinig sociale contacten heeft of geen mantelzorger. Het inzetten van hospicezorg of thuiszorg. Revalidatietrajecten starten, bijvoorbeeld om de conditie nog te optimaliseren. Het inzetten van diëtisten. Om de voedingstoestand optimaal te behouden. En het bieden van een luisterend oor, had ik al benoemd. En een stukje nazorg. Na een overlijden, zeker als het contact erg warm is, dan bel ik altijd nog even op om na te gaan hoe het is verlopen, maar ook nog een keertje om een luisterend oor te bieden. En mensen vinden het vaak prettig om dan toch nog even alles na te gaan en erover te spreken. Nou, met de zus van de patiënt uit deze casus heb ik nog één keer contact gehad. Het was een fijn gesprek. Ze kon alles even vertellen hoe het was gegaan. En ook dus het overlijden zelf, maar ook de begrafenis.
Zij was heel tevreden en dat was prettig. In het nazorggesprek bied ik ook altijd nog aan om een gesprek eventueel met de uroloog samen te voeren, fysiek. Dus als mensen dat prettig vinden. Nou, dit is nog een klein kort stukje over de zorgmonitor. De zorgmonitor, dat is eigenlijk een systeem die wij gebruiken om de kwaliteit van leven te monitoren. Bij ieder bezoek krijgt de patiënt een vragenlijst thuisgestuurd en die wordt dan ingevuld. En dan kunnen wij aan de hand daarvan zien hoe een probleem verloopt. Dus bijvoorbeeld als je het over angst hebt of pijn, dan kan je in een curve, dat ziet u hier, zien hoe dat verloopt. Dus je ziet hier dat het wat erger wordt en daarna weer wat minder. Zo doen we dat eigenlijk. Nou, dit was eigenlijk mijn verhaal. In die fase, hè? Dus als mensen een slecht bericht hebben gekregen, merk je dat mensen vaak angstig zijn voor hetgeen gaat volgen? Of soms wel. Sommige mensen die vinden snel berusting en sommige mensen moeten nog even ook vaak wennen aan het idee en dan komt dat later. Angst speelt zeker een grote rol. Angst voor de dood, maar ook angst voor pijn of andere ongemakken. Er was ook een vraag vanuit de mensen thuis of jij contact hebt met de huisarts in de fase bij patiënten die... Soms als ik merk dat het contact stroef verloopt tussen patiënten en de huisarts, dan wil ik wel eens de huisarts bellen om kort met elkaar te overleggen. Mm-hmm. Oké. Als we iets eerder gaan in het ziekteproces, als mensen een diagnose kanker krijgen, dan is dat natuurlijk ook, heeft dat heel veel impact. En vind jij als oncologieverpleegkundige dat wanneer is het goede moment om ook te spreken over zo'n scenario zoals je net had laten zien, dat het mogelijk niet goed gaat aflopen? Wat is een goed moment? Ja. Wat zie jij in de praktijk? Ja, eigenlijk als iemand de diagnose krijgt dat de ziekte is uitgezaaid, dus dat mensen niet meer beter worden. Ik denk dat dan het moment is om in ieder geval een gesprek te plannen om dat te gaan bespreken. Kijk, soms komen mensen in mijn spreekkamer na slecht nieuws en dan zijn ze daar niet aan toe om daarover te praten. En sommige mensen hebben gelijk meteen heel veel vragen en dan ga je het meteen aan. Dus het is ook een beetje aanvoelen wat op dat moment slim is om te doen. En soms doe je dat dan op een later moment. Debbie, jij ziet in jouw dagelijkse praktijk waarschijnlijk ook veel mensen waar geen genezing meer mogelijk is. Maar hoe ga jij daar als arts mee om? Ja, nou ja, de situatie die Jelle omschrijft, die herken ik zeker. Dus ik zie inderdaad veel mensen met uitgezaaide vorm van blaaskanker. Waarbij de boodschap dan is dat het niet meer te genezen is. En dat we samen moeten kijken wat voor behandeling mogelijk is. En dat zijn ook behandelingen die niet bij iedereen werken of waarbij er een relatief kleine kans is dat het een goed effect geeft. En dan heb je het dus ook over de situatie dat het wel eens niet kan aanslaan en dat de ingeschatte prognose, zoals we dat dan noemen, beperkt kan zijn. En dat zijn wel dingen die je gaandeweg het gesprek of in een aantal gesprekken wel echt laat passeren. Ja. Dankjewel, Denise. Het is meteen een heel serieus en zwaar onderwerp waar we mee begonnen zijn. Maar we vonden het ook belangrijk om dat aspect van deze ziekte, die helaas dus ook niet altijd genezend behandeld kan worden, te belichten. En dan met name vanuit de hoek vanuit de oncologieverpleegkundige. Dus hartelijk dank dat je dat hebt willen doen. Graag gedaan. En wij gaan verder met Danielle van Diepen. Danielle zal praten over of je blaasverwijdering, dus een operatie waarbij de blaas dus weggehaald wordt als er een kwaadigheid in zit, of je dat ook met een robot kan doen. Dat wil zeggen dus met kleine steekgaatjes in de buik. En in het verleden gebeurde dat met een klassieke snede, noemen we dat dan, over de onderbuik. Maar Danielle, je zal ons zeker even de details laten zien in jouw slides. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Danielle van Diepen. Ik ben dus uroloog, gespecialiseerd in robotchirurgie. En werk hier in het Erasmus vooral daarbij bij blaaskanker en nierkanker. En daar ga ik wat over vertellen. In tegenstelling tot Denise kom ik in beeld als er nog sprake is van genezing.
Dus dat is een ander stadium van de ziekte. Nou, eerst wat meer over de achtergrond. Dit is de anatomie van de urinewegen, zowel bij de vrouw als bij de man. Die bestaat met name van boven naar beneden uit twee nieren. Die hebben allebei een urineleider die verbonden zijn met de blaas. En de blaas is verbonden met de plasbuis. En bij de man zit er eigenlijk dan nog omheen of ertussen de prostaat. Dat is van belang voor elke operatie die we doen. Ik zal eerst wat meer vertellen over blaaskanker in het algemeen. Blaaskanker heeft verschillende vormen. En we delen het grofweg gezien in tussen niet-spierinvasief blaaskanker en spierinvasief blaaskanker. De blaas heeft, zoals je op het plaatje kan zien, drie verschillende lagen. De binnenste laag, dat is het slijmvlies. Dan een middellaag, zoals wij die noemen, dat is de bindweefsellaag. En dan komt een dikke laag, dat is de spier. En daaromheen zit nog een vetlaag. En als de tumor ingegroeid is in de spier of zelfs daarbuiten, dan spreken wij van spierinvasief blaaskanker. En dat verschil wordt gemaakt tussen deze twee vormen, omdat spierinvasief blaaskanker een slechte prognose heeft onbehandeld. Als je het niet behandelt, dan overlijd je er eigenlijk aan. Terwijl niet-spierinvasief blaaskanker dat niet heeft. Niet-spierinvasieve blaaskanker wordt in principe behandeld met een TURBLAAS, dat staat voor een transuretrale resectie. En dat is een operatie via de plasbuis. En bij een aantal van die mensen wordt dat nog gevolgd met blaaspoelingen. Sommige mensen komen binnen met een spierinvasief blaaskanker. En sommige mensen beginnen met een niet-spierinvasieve tumor die later spierinvasief wordt. Zoals ik net al zei, is een spierinvasieve tumor heel erg agressief. Daar overlijd je aan als je daar niet iets aan doet. En van oudsher is de operatie daarvan een blaasverwijderingsoperatie. Al enige jaren wordt het ook behandeld met bestraling, oftewel radiatietherapie, gecombineerd met chemotherapie. En soms geven we van tevoren chemotherapie om de kansen op een goede op genezing te vergroten. Nou, spierinvasief blaaskanker, als je dus kijkt naar de verschillende soorten van alle diagnoses van blaaskanker in Nederland, is ongeveer 28% ingegroeid in de spier. En dat is dus een relatief kleine groep. En daarom is eigenlijk ook gezegd dat we al die tumoren behandelen in speciale gespecialiseerde centra. Met de eis dat elk ziekenhuis er minimaal 20 per jaar doet. In dit ziekenhuis hebben wij de afgelopen jaar ongeveer 90 gedaan. Het jaar daarvoor was dat nog rond de 65 en daarvoor rond de 45. Hè. Dit heeft te maken met dat we in de regio Rotterdam hebben gezegd, nou, we gaan het allemaal behandelen in het Erasmus MC, om zo ook de expertise en de kunde van de verschillende chirurgen te vergroten. Nou, zo'n operatieve behandeling bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste deel is eigenlijk het verwijderen van de blaas. Bij de vrouw heet dat een cystectomie en bij de man een cystoprostatectomie, omdat je eigenlijk altijd ook de prostaat verwijdert als je de blaas weghaalt. Daarnaast doen we ook een lymfeklierdissectie. En dat is halen we eigenlijk de klieren weg die rondom de blaas in het kleine bekken zitten. En dan de urine die aangemaakt wordt door de nieren en door de urineleiders naar beneden stroomt, die moet ergens naartoe. En dat wordt middels een urineafleiding gedaan. En daar zijn verschillende soorten voor, daar zal ik het zo nog over hebben. Op het plaatje zie je een CT-scan van een blaas met beide pijltjes een soort uitstulping, waar dus dat wit is contrastvloeistof, waar het contrastvloeistof niet komt. En dat zijn dus de blaastumoren. Bij elke stap die ik net noemde zijn er eigenlijk een aantal keuzes voor zowel de chirurg als de uroloog, als de patiënt. En bij het verwijderen van de blaas is eigenlijk de belangrijkste keuze van doen we een seksueel sparende ingreep. Bij een man betreft dat met name de vraag, sparen we de zenuwen die langs de prostaat lopen? En dat zijn de zenuwen die ervoor zorgen dat een man een erectie kan krijgen. En die beslissing is eigenlijk afhankelijk van of man of de patiënt zelf nog erecties heeft, maar ook waar de tumor zit, hè, of die doorgroeit richting de prostaat of doorgroeit richting die zenuwen. En ook wat de patiënt wil, omdat een zenuwsparende operatie over het algemeen gepaard gaat met iets meer bloedverlies. Bij de vrouwen zijn er, zoals je op het plaatje kan zien, andere organen die in de buurt van de blaas zitten. Dat is de uterus, dat is de baarmoeder. En de ovaria, dat zijn de eierstokken en de vagina zelf.
Over het algemeen proberen we de eierstokken in het lichaam te laten, omdat die hormonen afgeven. En zelfs bij vrouwen die in de overgang zijn of zijn geweest, wordt er toch een bepaalde hoeveelheid hormonen afgegeven, waardoor je je goed voelt. De uterus proberen we, of halen we meestal weg, omdat dat technisch gezien makkelijker is. Maar bij jongere vrouwen proberen we dat wel intact te laten. En de vagina, ja, die wordt over het algemeen een gedeelte van meegenomen. Maar als het kan, proberen we dat ook intact te laten. En dat is ook weer afhankelijk van de huidige seksuele activiteit van de vrouw. En de localisatie van de tumor. Omdat als je een deel van de vagina meeneemt, wordt de vagina wel korter en nauwer. Dus dan is dat voor gemeenschap minder prettig. Het tweede deel is dus de lymfeklierdissectie. En daar ligt de keuze met name eigenlijk bij de chirurg en niet zozeer bij de patiënt. De lymfeklieren die liggen rondom de grote bloedvaten. Dat plaatje wat je ziet is de rode, is de aorta met de aftakkingen naar de lies. En dat blauwe is de grote lichaamsader. En de twee gele buisjes zijn de urineleiders. En rondom al die bloedvaten zitten lymfeklieren. En we halen eigenlijk de lymfeklieren weg tot aan het lijntje met de twee. Maar soms, als we van tevoren op scans al klieren hebben gezien en chemotherapie hebben gegeven, dan kan het zijn dat we zeggen, we halen eerst die klier weg om te zien of daar nog tumor in zit. Want als er een klier heel hoog zit, en dan heb ik het over bovenstreepje 2, na chemotherapie, en daar zit nog kankercellen in, dan heeft een operatie niet zo heel veel zin. Dus dat is iets wat we dan van tevoren bespreken met de patiënt en daar ook over moeten beslissen. En die beslissing is vaak van als er een tumor in de blaas zit, dan kan het zijn dat we toch nog wel een stoma aanleggen omdat de blaas verwijderen omdat de blaas zoveel klachten geeft. Als iemand geen klachten heeft van de blaas en de operatie is niet zinvol, dan doen we dat meestal niet meer, omdat een operatie ook veel complicaties kan geven. Danielle, is een vraag over de seksualiteit waar je net over sprak. Ja. Vanuit thuis, mensen vragen zich af waarom een blaasoperatie dan tot verandering in seksualiteit kan leiden. Wat gebeurt er? Ja, dus dat zijn eigenlijk, het is voor de man en de vrouw natuurlijk verschillend. Mm-hmm. Bij de man halen we met de blaas eigenlijk samen ook de prostaat weg, omdat het technisch best moeilijk is om alleen de blaas weg te halen en de prostaat te laten zitten. Dat geeft heel veel bloedverlies. Bovendien is de plasbuis die door de prostaat loopt, is hetzelfde als de binnenkant van de blaas. Dus theoretisch zou een tumor daarin kunnen doorgroeien. En vlak naast de prostaat zitten zenuwen. Die zorgen dat een man een erectie kan krijgen. En soms kan het zijn dat die tumor tegen de zenuwen aangroeit of erin groeit. En dan kun je wel zeggen, ik wil die zenuw intact houden, maar dan is de kanker niet behandeld. De erecties zijn dan mogelijk minder na dit soort operaties? Ja, dus na deze operaties zie je regelmatig wel erectieverlies. Zelfs als je aan beide kanten de zenuwen kunt sparen, zal de helft van de patiënten nog wel de erecties verliezen. En dat komt omdat je, als je rondom die zenuwen opereert, dan komt er een soort ontstekingsreactie, herstelreactie. En die reactie zelf kan de zenuwen al beschadigen. Heb je als patiënt ook minder zin in seks? Dus het libido, zoals we dat noemen? Nee, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Het is echt bij de man dus de erecties die kunnen verdwijnen of kunnen verminderen. En bij de vrouw met name de vagina die dus korter en nauwer wordt. Maar ook soms minder, en dat zijn ook weer de zenuwen die daar aangetast kunnen raken. Dus minder vochtig, minder goede doorbloeding. Maar de zin in seks blijft eigenlijk hetzelfde. Is daar nog iets aan te doen? Hoe als patiënten daarover klagen, wat kun jij ze bieden? Bij de man zijn er wel wat mogelijkheden. Dus we hebben medicatie. Iedereen kent denk ik wel Viagra en dergelijke. Maar dat is wel, als beide zenuwen helemaal beschadigd zijn, dan zal Viagra niet meer zoveel doen. En als Viagra niet meer werkt, dan kun je als man jezelf iets injecteren in de zwellichamen, waardoor er toch een soort erectie komt. En als dat niet werkt, hebben we in dit ziekenhuis nog een derde stap, waarbij we eigenlijk een penisprothese in het zwellichaam inbrengen. Die dan met een soort pompje in de bal verbonden is. En dan kun je op het moment dat je gemeenschap wil hebben, kun je je penis opblazen. Dat heet een penisprothese. Dus er zijn wel mogelijkheden. Maar de een is wel invasiever dan de ander. Ja, ja dus de ene
de behandeling heeft ook weer zijn weerslag op. Zeker, ja. Okay. En daarom is het ook wel altijd belangrijk om af te vragen of de behandeling nuttig is, omdat het wel heel veel effect heeft op patiënten. Niet alleen het herstel en de mogelijke complicaties, maar ook de langdurige bijwerkingen zoals deze die daarmee mee gepaard gaan. Hier was ik net geweest. Nou, de derde stap waar ik het net over had, dat is de urineafleiding die wij noemen. En dat is ook een keuze die we in de spreekkamer eigenlijk bespreken. Grofweg gezegd zijn er 4 mogelijkheden, waarvan wij er 3 heel veel in het ziekenhuis doen. Die zal ik allemaal bespreken. De eerste, ik bespreek het even van voor mij links naar rechts. Dus het eerste is het stoma. Dat betekent eigenlijk dat van een stuk dunne darm een stoma-lisje wordt gemaakt. En daar worden de urineleiders op aangesloten. En dat stoma wordt dan aan de huid, komt dat naar buiten. En daar komt dan een zakje op waar de urine in komt. En dat moet je zelf legen als dat zakje vol is. De volgende stap is een neoblaas. Dat betekent eigenlijk dat weer van ook een stuk dunne darm een soort ballon wordt gemaakt die we kunnen aansluiten op de plasbuis. Het voordeel van de neoblaas is dat je dan geen stoma hebt en dat je geen zakje op je buik hebt. Het is wel zo dat een neoblaas niet hetzelfde is als een gewone blaas, want een blaas is een spier die heel goed kan knijpen. En die darmen die kunnen niet zo knijpen als de blaasspier. Dus dat betekent dat mensen met hun buikspieren eigenlijk de blaas moeten kunnen leegdrukken. En niet iedereen kan dat. Dus dat betekent ook dat als je het niet goed leeg kan maken, dat je eigenlijk met een katheter via de plasbuis die neoblaas moet kunnen legen. Daar zal ik zo verder nog op ingaan. De derde wat wij ook wel regelmatig hier doen is een uretrocutaneostomie. Nou, dat is een heel moeilijk woord, maar betekent eigenlijk dat we de urineleider zelf in de buik inhechten als een soort stomaatje. En dat doen we met name bij mensen die nog maar 1 nier hebben, om wat voor reden dan ook. En dat komt omdat we dan niet een stuk dunne darm hoeven te gebruiken en de complicaties die daarmee gepaard gaan iemand kunnen besparen. Maar effectief gezien is het hetzelfde als een stoma waarbij beide urineleiders op een stukje darm worden ingehecht. En dan zie je helemaal rechts, dat is een continentstoma. Dat is iets anders dan een neoblaas, maar er wordt wel een soort ballon gemaakt waarop de urineleiders worden ingehecht, maar dat wel met een stoma naar buiten komt. Alleen dat stoma is dusdanig dat de urine niet meteen naar buiten stroomt, maar in dat reservoir blijft. En dat je met een kathetertje via het gaatje om de zoveel uur die ballon moet leegmaken. Dat is een technisch iets wat uitdagendere ingreep. Dus het kan wel, maar we zien het niet heel veel hier. Nou, de meeste belangrijkste keus bij onze patiënten is toch wel de keus tussen een neoblaas en een stoma. En er zijn een aantal redenen waarom je sowieso niet een neoblaas aan kan leggen. En dat is bijvoorbeeld als er tumor in de plasbuis zit, of in de prostaat bij de man, of vlak bij de plasbuis bij de vrouw. Omdat er dan altijd kans is dat die tumor ook doorgegroeid is in de plasbuis. En dan moet je een deel van de plasbuis meenemen en dan kan je eigenlijk geen neoblaas meer aanmaken. Maar ook als mensen hele slechte nier- of leverfunctie hebben, omdat dat stuk darm waar de urine in blijft staan, dat neemt stofjes op waardoor de nier en de lever beschadigd kunnen worden. Ook als mensen geen goede handfunctie hebben en niet zelf de nieuwe blaas kunnen legen, dan kunnen we geen neoblaas aanleggen. Maar ook als bijvoorbeeld de darm ooit bestraald is geweest of mensen een darmontsteking hebben zoals colitis of Crohn, omdat dat dan ook weer elektrolytstoornissen zoals nierfunctie en leverstoornissen kan opleveren. Daarnaast met een neoblaas moet je heel lang gecontroleerd blijven en moet je 's nachts op de klok plassen. En is er best wel een kans dat je 's nachts urine verliest. Vrouwen die bijvoorbeeld al heel erg urineverlies hebben, die zullen met neoblaas dat ook blijven houden. Dan is de functie van de sluitspier niet goed. Dus dat zijn redenen om het voor ons als arts al te zeggen, we doen het niet. Daarnaast, als je hier allemaal niet aan voldoet, dan is het de keus van de patiënt van wil ik een neoblaas of wil ik een stoma. Als je kijkt naar de kwaliteit van leven studies die er gedaan zijn, dan is er eigenlijk geen verschil in kwaliteit van leven tussen mensen met een stoma of een neoblaas. Want met een stoma kan je eigenlijk alles doen. Dus daar zit het verschil niet. Ja, ik kan er ook mee zwemmen en mee naar het strand. Ja, ik heb onlangs nog eigenlijk een relatief jonge vrouw gehad, waarvan ik dan dacht,
Nou, die had misschien wel een neoblaas kunnen krijgen. En dat heeft ze toen niet gekozen. Die was denk ik rond nu 50, maar in der tijd 45. En ik heb ook gevraagd, doet u alles met die stoma? Ze zei, ik doe alles. Er is niets meer wat ik niet hiervoor deed. Ook gemeenschap, dat soort dingen, deed ze ook gewoon allemaal. Dus het is vaak meer angst voor wat er is dan wat het uiteindelijk oplevert. En ik denk dat bij een neoblaas heel veel mensen denken dat het precies hetzelfde is als een gewone blaas. En dan valt het vaak tegen dat het dan niet zo is. Dus daarom liggen die cijfers denk ik op hetzelfde niveau. Nou, hier zijn nog verschillen op een rijtje ook. Als je kijkt naar een incontinent stoma, dat is iets wat wij dus het meest aanleggen hier. Dat is een technisch makkelijkere operatie, waarbij we iets minder complicaties zien. Je ziet geen nachtelijke incontinentie en is bij de meeste andere zorgprofessionals, dus niet urologen, ook bekend. Nou ja, nadelen, je hebt altijd risico op stomalekkage of complicaties van een stoma zelf. Bij een neoblaas heb je dus geen stoma en niet stomalekkages. En vaak gaat dat ook gepaard met betere seksuele functie. En het plassen is normaal. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar het wordt gezien als normaal. Maar je hebt wel een risico op nachtelijke incontinentie. 'S nachts dat je op de klok moet plassen. Een risico dat je toch elke keer zelf die neoblaas met een kathetertje moet leegmaken, omdat je het niet goed leeg kan plassen. En dus bijvoorbeeld stoornissen in de chloorhuishouding of natriumbicarbonaathuishouding. En het is technisch voor ons een moeilijkere operatie met ook wel meer kans op complicaties. Bij een uretrocutanea stomie, dat is dus waar we de urineleider in de huid inhechten, dat is voor ons eigenlijk makkelijk. En dat komt met name omdat we niet een stukje dunne darm hoeven te gebruiken. Heeft dus ook minder complicaties en heeft ook geen incontinentie 's nachts. Maar je hebt wel een stoma. En wat anders is dan bij een stoma met een stukje darm, is dat de urineleider, als je die op de huid vasthecht, kan vernauwen. Dus we moeten een slangetje inlaten die van de nier naar het stomazakje gaat, om dat wijd te houden. En dat slangetje moet wel elke 6 tot 8 weken gewisseld worden. Dus je blijft wel je leven lang daaraan vastzitten. Vanuit thuis, misschien de vraag die jij misschien beter kan beantwoorden, Denise. Maar de vraag is of alle stomamaterialen die gebruikt worden, of die ook vergoed worden. Er zijn veel verschillende stomamaterialen van verschillende fabrikanten, maar of die allemaal vergoed worden. Volgens mij, voor zover ik weet wel. Voor zover ik weet ook, maar er zijn ontzettend veel materialen op de markt. Dus ik kan me wel voorstellen dat er misschien aan sommige wat kosten verbonden zijn. Maar dat zou ik eigenlijk moeten nagaan en daar zou ik op terug moeten komen. En het zou ook nog per verzekeraar wel kunnen verschillen. Dat denk ik ook wel. Over het algemeen is het allemaal verzekerde zorg. Ja. Nou, waar het dan eigenlijk over ging, is over de robotchirurgie. Want ja, van oudsher werd deze operatie altijd met een fikse grote snee gedaan. En de blaas ligt in het kleine bekken, dus er zit ook een bot waar je eigenlijk dan als operateur onderdoor moet. Het Amerikaanse leger, die heeft eigenlijk al best wel lang geleden, in 1980, bedacht van, kunnen we niet een soort robot ontwikkelen die we dan in een oorlogsgebied zetten en dan zetten we de chirurg lekker veilig in Amerika en die laten we de operatie uitvoeren. Nou, fantastisch plan natuurlijk. En daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En die is ook ontwikkeld en in 1999 is er een bedrijf gekomen die dat op de markt heeft gebracht. Dat is de zogenaamde Da Vinci robot, dus iedereen praat ook over de Da Vinci. Inmiddels zijn er nog een paar, maar dit is wel de grootste op de markt. Maar die robot, dat is geen robot, het is een supercomputer die dus de instrumenten controleert. Maar het is niet dat wij op een knopje drukken en dat die robot alles gaat doen. Nee, het is wat we, zoals men het zegt, een soort master-slave system. Waarbij elke beweging die de robot maakt eigenlijk aangestuurd wordt en gecontroleerd wordt door de chirurg. En op het plaatje zie je de chirurg met zijn hoofd in wat wij dan noemen een console zitten. Daar ziet hij het beeld. Wat ik al net, het heet vooralsnog het Da Vinci Surgical System. Dat is een van de merken. Dat is ook degene die we hier in het Erasmus MC gebruiken. En het bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen. Dus de chirurg die in de console zit op de stoel, alsof een soort spelcomputer bedient. En een apparaat met alle armen die bij de patiënt zit en in de buik zit als een soort kijkoperatie. En u ziet helemaal op rechts, ziet u de handen van de chirurg die vastzitten in een soort rondjes. En eigenlijk worden de bewegingen van de handen van de chirurg nagebootst door de
robot. Alleen het wordt nog meer dan nagebootst. Omdat de robot iets meer kan dan wat ik met mijn hand kan. Nou, in het algemeen, wat zijn de voordelen van robotchirurgie? Het beeld dat wij zien is een 3D-beeld. We kunnen heel erg inzoomen. Tremorfiltratie, dat betekent eigenlijk dat mijn trillingen, die elke chirurg eigenlijk met zijn of haar hand maakt, de robot die filtert die uit. Dus die robot neemt dat niet over. Je kunt betere polsbewegingen maken en we kunnen de bewegingen schalen. Ook qua snee zie je op het plaatje dat, dus dit is dan wel van een prostaatoperatie, maar het komt ongeveer overheen bij de blaas. Dus je hebt een grote snee of je hebt meerdere kleine sneetjes. Maar nadelen zijn wel echt de hogere kosten, zowel aanschaf als onderhoud van de robot. Geen tactiele feedback, daar wordt mee bedoeld dat ik niet kan voelen van binnen, want die robot geeft dat gevoel niet terug. Al moet ik bekennen als je heel ervaren bent dat je wel zelf dat gevoel hebt dat je het kan voelen, maar officieel kan dat niet. En er is altijd gesproken over een soort veiligheidsaspect. En dat is met name omdat de patiënt helemaal ingebouwd is door die robot. En stel je voor, er gebeurt iets, dan kan de anesthesist die de patiënt in slaap maakt er moeilijk bij. Nou, ik heb dat in de praktijk eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar dat is wel wat gezegd wordt. Nou, hoe werkt dat dan? Als je kijkt naar de beeldtechnologie, dan de camera die heeft twee lenzen. En die lenzen worden bij mij op het scherm, die beelden worden over elkaar heen gelegd en daardoor heb ik een 3D-beeld. Bovendien kan die camera 10 tot 15 keer inzoomen, dus je hebt echt wel veel beter beeld. Nou, de handbewegingen, de instrumenten noemen ze end-of-wrist instrumenten. En in tegenstelling tot mijn hand kan de robothand 180 graden buigen, zowel naar voor als naar achter, maar ook 540 graden draaien. Nou, dat kan mijn arm natuurlijk niet en dat is wel het voordeel ten opzichte van je eigen hand in het lichaam. Er zijn ook wel meer dan 40 verschillende instrumenten die we kunnen gebruiken en voor elke stap in de operatie kunnen we een verschillende instrument gebruiken. En ook de beweging die ik maak buiten het lichaam. Als ik een beweging maak van een meter, kan dat in het lichaam bijvoorbeeld een centimeter zijn. En de natuurlijke trilling, ja, die wordt er dus uitgehaald. Nou, hoe zit het dan met een robotblaasverwijderingsoperatie? Wat zijn dan de voordelen? De eerste vraag van, is het technisch mogelijk? Ja, het is technisch mogelijk. Al in 2000 werd de eerste blaasverwijderingsoperatie gedaan. Toen was het nog wel zo dat we alleen het blaasverwijderingsdeel deden met de robot en dat we het aanleggen van het stoma buiten het lichaam deden, omdat we dat toen nog heel uitdagend vonden. En dan hadden mensen toch nog alsnog een relatief grote snee. Inmiddels zijn we zover dat we eigenlijk alles binnen het lichaam doen. De buik wordt opgeblazen en we gebruiken al die instrumenten. Nou, wat zijn de voordelen? Het is inmiddels wel aangetoond dat er minder bloedverlies is met robotchirurgie. Ook minder opnamedagen in het ziekenhuis. Al moet ik bekennen dat dat beperkt is tot gemiddeld 1 dag. Dus voor de individuele patiënt is dat misschien niet zoveel. Maar voor ons in het ziekenhuis is dat wel heel veel. Als je zoals wij ongeveer 90 operaties per jaar doet. Mensen worden minder vaak opgenomen op de IC. En hoeven vooral niet na de operatie naar de IC. Wat in de recente coronacrisis voor ons een voordeel was, omdat wij gewoon door konden opereren terwijl er geen IC-bedden waren, omdat onze patiënten dus niet naar de intensive care hoeven. Er zijn minder positieve snijvlakken met de robot en er worden ook over het algemeen meer lymfklieren verwijderd, wat in studies laat zien dat dat ook beter voor de prognose is. Echter, er is geen verschil als je na 2 jaar kijkt in overleving, dus of je nou met een robot of met een grote snee wordt geopereerd, je leeft niet echt langer. De studies, ja, meer data dan dit hebben we niet, dus wellicht is dat over een paar jaar anders. Er is ook geen verschil in complicaties. En dat komt met name omdat de complicaties veroorzaakt worden door het feit dat je en aan de darmen opereert en aan de urinewegen. En die kun je met de robot, dat kan je niet veranderen. En het duurt wel langer dan een open operatie. Al moet ik bekennen dat met de ervaring de operatieduur ook wel echt steeds korter wordt. Daniela, we moeten een beetje naar de tijd kijken, want het komt heel goed uit. Ja, precies. Omdat wij ook nog 2 sprekers te gaan hebben, yes. Maar dankjewel voor deze uitleg. Dus jij bent zelf heel enthousiast, begrijp ik, over het opereren met een robot.
En dus jij, voor de mensen thuis, probeer maar eens 540 graden met je pols te draaien. Ja, dat, is een, dat lukt niet. Nee. Dat lukt niet. Wil ik je hartelijk danken. Ja. En dan gaan we verder met Martine Frankena, bestralingsarts. Want zij zal ons laten zien dat het misschien helemaal niet nodig is om dit soort ingewikkelde operaties uit te voeren. Martine is bestralingsarts hier in ons ziekenhuis. Ik wou nog een korte vraag vanuit het thuisfront aan jou stellen, Denise, in de tijd dat Martine haar slides voorzet. Want er was een vraag, we hebben natuurlijk patiënten met een andere achtergrond, dus een multiculturele achtergrond komt regelmatig voor. Krijgen die mensen een andere uitleg? Of als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen een stoma of neoblaas of operatie of bestraling, is er een aparte benadering voor of is dat voor iedereen hetzelfde? Nou, de uitleg blijft natuurlijk wel hetzelfde. Alleen soms is het nodig om een tolk erbij te halen. En soms is het goed om bijvoorbeeld de geestelijke verzorger erbij te betrekken, omdat die vaak vanuit cultuur en geloofsovertuigingen een bijdrage daarin kan leveren. In het maken van een keuze. Ja. Zie jij andere vragen bij mensen met een niet-westerse achtergrond? Ja? Okay. Ja. Dank je. En Martine? Ja. Goedemiddag allemaal. Ik ben Martine Frankena, radiotherapeut oncologie, oftewel bestralingsarts. En er was mij gevraagd of ik iets wilde vertellen over of je veilig je blaas kan behouden. En zo ja, hoe dan? Als je gediagnosticeerd bent met spierinvasieve blaaskanker. En het korte antwoord is soms wel, maar niet altijd. En een andere vraag die ook belangrijk is in dit geheel is, moet je dat wel willen als patiënt? Dat zijn de drie dingen waar ik graag met jullie op in wil gaan. De standaardbehandeling, zoals jullie al gezien hebben, is sinds jaar en dag een blaasverwijderende operatie, waarbij mannen dan ook de prostaat wordt meegenomen en bij vrouwen ook de baarmoeder. En afhankelijk van verschillende factoren wordt er dan een stoma aangelegd of een neoblaas. Dat kan open of met de robot. Dat heeft een aantal voordelen en dat heeft een aantal nadelen. Sommige patiënten vinden het echt een voordeel, wat ik in het groen neer heb gezet. Weg is weg. De blaas is ziek. Als je hem eruit haalt, kun je hem in een potje stoppen en dan is die weg. Het nadeel is tegelijk ook dat die dan ook echt weg is en ook de natuurlijke functie van de blaas. En de vraag is dus of dat altijd nodig is. In de loop der jaren is er een behoorlijke ontwikkeling geweest in blaasparende behandelmogelijkheden. Oh, dit gaat niet helemaal goed. Bovenin kunnen jullie nog wel net onder mijn en al die blaasparende mogelijkheden hebben een element van radiotherapie in zich. Vandaar dat er groot in het rood bestralen boven staat. De meest gebruikte blaasparende behandelmogelijkheid is om uitwendige bestraling te combineren met lage dosis chemotherapie om het effect van de bestraling te versterken. Hieronder, en even kijken of ik dat terug kan halen voor jullie, maar dat gaat niet makkelijk zijn, denk ik. Nee, nou, daar komen straks nog wat meer plaatjes over. Kun je soms ook behandelen met uitwendige bestraling en inwendige bestraling, oftewel brachytherapie. Of je doet uitwendig bestralen alleen, maar ik kan al wel verklappen dat met uitwendige bestraling alleen de kans dat de kanker weggaat en wegblijft wel duidelijk minder is dan met brachytherapie of chemotherapie erbij. En zeker ook minder dan met een operatie. In de uitwendige bestraling zijn de afgelopen, nou zeg 10 jaar, toch wel wat belangrijke ontwikkelingen geweest, waardoor we dat bestralen nu een heel stuk nauwkeuriger kunnen richten met minder belasting voor het weefsel daaromheen. En van boven en dan daaronder van links naar rechts zie je de ontwikkeling daarin, waarbij we met meer bundels zijn gaan bestralen, waardoor je evengoed het doelvolume in het rood bestraalt met minder stralingsbelasting van alles daaromheen. In ieder geval minder groen en geel. Kun je de stralen nou zien als patiënt, als je door jou behandeld wordt? Niet. Nee, je kunt ze niet zien. Je moet ons vertrouwen dat het goed komt. Dus die figuren die we nu zien, dat zijn stralenbundels? Doorsnedes van CT-scans. Dit zijn dosisverdelingen van de bestraling inderdaad, waarbij rood het meeste straling is en blauw het minste. En dan zie je dus dat vroeger zetten we maar een paar bundels op een patiënt en dan had je ook relatief veel patiënt dat groen en geel werd. En groen en geel levert ook een bepaalde kans op bijwerkingen met zich mee. En gaandeweg, als je met meer bundels gaat bestralen, spreid je ook die dosis in de normale weefsels uit en heb je minder kans op bijwerkingen. Rood, daar moet het... Ja, dat is wat we willen bestralen. Daar willen we naartoe. Dat is het doel voor. Ja, dat moet weg. Daar zit de tumor. Ja. Ik heb hiervoor gestart eventueel. Zullen we daar nog eventjes naar kijken? De volgende is een beetje opgeklapt, begrijp ik. Nog eentje terug. Ja. De blaasbarende behandelingsmogelijkheden nog een keertje. Uitwendige bestraling in combinatie met chemotherapie. Dat is dan een schema van 33 bestralingen. Dus daar ben je wel 6-7 weken mee zoet. Met 2 kuren effectversterkende chemotherapie. Of misschien wel chemotherapie in tabletvorm.
gecombineerde in- en uitwendige bestraling. Dat zijn dan 20 uitwendige bestralingen in combinatie met brachytherapie. Dat ziet er dan uit zoals het plaatje beneden. Er worden dan loops of plastic rietjes ingebracht in de blaas en in het tumorbed, waarmee we heel plaatselijk een extra hoge bestralingsdosis kunnen geven. Uitwendig bestralen alleen kan ook, in 33 keer of in 20 keer. Maar daarmee is de kans dat de kanker weggaat en wegblijft dus wel duidelijk minder. Kom je als patiënt elke dag langs voor een bestraling? In principe iedere werkdag. Ook op zaterdag en zondag? Nee, iedere werkdag. Iedere werkdag? Ja. Okay. Mag ik mijn dia's terug? Ja. En voel je daar iets van als patiënt, als je bestraald wordt? Nee, van de bestraling zelf voelt of merk je niks. Alleen in de loop van de bestralingsserie wordt de kans wel steeds groter dat je er wat van gaat merken. Vermoeidheid, irritatie van de blaas en irritatie van de darmen. Dus vaker plassen, moeite met goed kunnen ophouden van de plas of branderigheid. Dat kan. En ook de darmen kunnen wat gaan reageren met wat vaker of wat onregelmatiger ontlasting. Sommige mensen hebben er best wat last van. Andere mensen rollen er redelijk makkelijk doorheen. Maar iedereen merkt er wel wat van. Je hebt geen pijn van een bestraling? Nee, hooguit misschien bij plassen. Dat kan wel. Het goede nieuws is ook dat als het vervelend wordt, dat vaak aan het laatste stukje van de behandeling is in de eerste paar weken daarna. Wat ook een belangrijke ontwikkeling is geweest in het beter en nauwkeuriger bestralen, is het dat we steeds meer kunnen met beeldvorming tijdens de bestraling om goed te volgen dat we bestralen wat we moeten bestralen met zo weinig mogelijk belasting van de weefsels daaromheen. Hieronder zie je wat plaatjes. Linksonder, dat waren de foto's waar we het pakweg 15 jaar geleden mee moesten doen. Dan kun je misschien wel de botten zien, maar je kunt op geen enkele manier zien wat je wil bestralen, in dit geval namelijk de blaas, en wat je wil ontwijken, namelijk bijvoorbeeld de darmen. En gaandeweg zijn we dat steeds beter kunnen zien en kunnen we het bestralingsblad tegenwoordig ook aanpassen. In het blauw zie je hier het volume van de lege blaas, dus als iemand goed is uitgeplast. En in het groen het volume van de blaas als iemand wat minder goed is uitgeplast. En aan de hand daarvan maken we dan verschillende bestralingsplannen. Dus van dag tot dag kunnen we dan het optimale bestralingsplan kiezen voor deze patiënt op dit moment. Daarmee schiet je beter raak, dus heb je een grotere kans op tumorcontrole. En heb je ook minder marge nodig en heb je dus minder kans op bijwerkingen van de bestraling. Dat lijkt me best lastig dat zo'n blaas zich kan vullen. Als je een volle blaas hebt, is je blaas denk ik groter dan als je blaas leeg is. Ja, en op zich is een lege blaas natuurlijk het meest stabiel qua ligging. Maar we weten ook al dat leeg niet altijd even leeg is. En je hebt natuurlijk ook nog darmen. Je kunt moeilijk verwachten van een patiënt dat hij gedurende een behandelperiode van 4 tot 6 weken niet spijsverteert. Dat doen ze toch. En als daar een luchtbel zit of een grote hoeveelheid poep, dan ziet het er allemaal net weer wat anders uit. En een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar is dat we daar dus steeds beter het bestralingsplan op kunnen aanpassen. Ook kunnen we steeds beter de dosis verlagen in de gezonde blaaswand. Dan is het wel belangrijk dat je de tumor markeert, zodat we die op die CT-beeldjes kunnen zien. Dan krijg je minder bestralingen. Dat is wel een techniek die alleen geschikt is voor wat kleinere tumoren. En je moet de tumor dus wel vooraf markeren. En daar komt een goede samenwerking met de uroloog weer om de hoek kijken. Dat inwendig bestralen, dat is op zich ook wel een hele mooie techniek, maar slechts een beperkt aantal patiënten is daarvoor geschikt. Die inwendige bestralingen die worden ook altijd vooraf gegaan door 20 uitwendige bestralingen van de hele blaaswand. Omdat je weet dat heel gerichte tumor alleen bestralen, dat onvoldoende behandeling is. Er zit wel een operatie bij om die loops of die plastic rietjes te implanteren die nodig zijn voor de inwendige bestraling. En het zijn vooral mensen met kleine tumoren die op een gunstige plek liggen in de blaas, die daarvoor in aanmerking komen. Maar dan zijn de resultaten op lange termijn ook wel veelbelovend, zowel voor controle van de tumor als voor herstel van de blaasfunctie. Een andere ontwikkeling is de hoogprecisieradiotherapie. Mijn slide met die bundels en die kleurtjes. Hier zie je dat we met hoogprecisieradiotherapie dan bestraal je niet vanuit 4, 5 of 8 kanten een tumor aan, maar vanuit 200 of 300 verschillende kanten. Allemaal kleine speldenprikjes in het gebied dat je wil bestralen. Dat geeft qua dosisverdeling en effectiviteit eigenlijk een vergelijkbaar effect als zo'n inwendige bestraling. Alleen is er dan geen operatie nodig. Moet je de tumor wel weer markeren, want het is natuurlijk ook wel extra belangrijk dat je dan goed raak schiet. Dit is wel een techniek waar momenteel nog onderzoek naar gedaan wordt om de effectiviteit ten opzichte van de inwendige bestraling ook aan te tonen. Maar het vermoeden is wel dat je daarmee minder bijwerkingen hebt en een betere kwaliteit van leven.
En het maakt soms ook behandeling mogelijk na eerdere bestraling op de kleine bekken. Als we dat zo heel nauwkeurig doen. Blaasbarende behandeling in het Erasmus MC. Praktisch zien wij vooral veel patiënten die we chemoradiatie geven. Dus die 33 keer bestralen met die effectversterkende chemotherapie. Dat komt vooral omdat we daar de minst strenge selectieprocedure voor hebben. Het maakt dan niet zo heel veel uit hoe groot de tumor is of waar die zit. We behandelen op die manier zo'n 30-40 patiënten op jaarbasis. En dat worden er bijna ieder jaar meer. 1 op de 4 patiënten heeft best wat last van bijwerkingen van die bestraling. Die dan gelukkig wel weer voor het grootste deel tijdelijk zijn. En er loopt momenteel ook een grote internationale studie om te kijken of je met combineren met immunotherapie in onderzoeksverband het effect van die behandeling nog verder kunt vergroten. Met de hoogprecisietechnieken, dus de inwendige bestraling of het cyberknife, behandelen we ongeveer 10 tot 15 patiënten op jaarbasis. De tumor mag daarvoor niet te groot zijn en moet op een beetje gunstige locatie liggen in de blaas. Daar komt dan geen chemotherapie bij kijken. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat dit soort behandelingen plaatsvinden in een multidisciplinair team. Vandaar de fotootjes van het multidisciplinaire team in het Erasmus MC erbij. Een aantal gezichten heeft u ook al gezien, denk ik. Het was een vraag vanuit het publiek of die hoogprecisietechniek alleen in Erasmus MC gegeven kunnen worden. Voor deze indicatie wel, bij mijn weten. Zijn wij de enigen die daar een procedure voor hebben opgestart. Patiënten met blaastumoren en deze hoogprecisietechnieken moet je dan in Erasmus MC zijn. Okay. Om terug te gaan naar de initiële vragen waar ik mee begonnen ben. Blaasparen, moet ik dat wel willen? Er is nooit heel goed vergelijkend onderzoek gedaan naar blaasparen of opereren. En als je kijkt naar resultaten uit het verleden van bestralen en opereren, dan is het eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken. Omdat vroeger patiënten eigenlijk alleen bestraald werden als die mensen te slecht waren voor een operatie of de tumor te groot. En tegenwoordig is het denk ik veel meer een kwestie van het afwegen van de voor- en van de nadelen van elke behandeloptie. En ik word daar wel in gesteund omdat u hiernaast de curves ziet van mensen die geopereerd zijn in het Erasmus MC of bestraald zijn in combinatie met chemotherapie. En dan ziet u dat de overleving ongeveer vergelijkbaar is en ook de ziektevrije overleving vergelijkbaar is. Of je het moet willen hangt wat mij betreft af vooral van de blaasfunctie. Want het is wel belangrijk om je te realiseren dat het plassen door een bestralingsbehandeling in ieder geval niet beter zal worden. In ieder geval tijdelijk slechter in het laatste stukje van de behandeling en de eerste paar weken daarna. Daarna verwacht je dat het plassen waarschijnlijk wel weer min of meer wordt zoals nu. Maar of het weer helemaal wordt zoals voor de behandeling kunnen we nooit garanderen. Het hangt ook af of het verstandig is van de kenmerken van de blaaskanker. De grootte en de uitgebreidheid. Maar ook in de uitslag van het weefselonderzoek kunnen we bepaalde dingen zien. Aan de hand waarvan we bepalen of het wel verstandig is. Of de lymfeklieren wel of niet zijn aangedaan en waar het zit in de blaas. Dat zijn belangrijke dingen om mee te wegen. En ook de aantrekkelijkheid van de alternatieven. En daar komt het multidisciplinaire team dan weer om de hoek. En ook de ervaring dat een team heeft met de ene of de andere behandelmogelijkheid. En als laatste natuurlijk ook zeker niet onbelangrijk, de voorkeur van de patiënt. Dus we moeten goed praten met elkaar, maar ook met de mensen die we zien. De kansen en uitdagingen die ik zie, dat is dus dat blaasbarende behandeling versus chirurgie nog zeker geen gesloten boek is. De internationale richtlijnen zeggen wel steeds meer dat je het in ieder geval moet overwegen naast een operatie. Of de keuze in ieder geval met een patiënt moet bespreken. En binnen Nederland vindt op het moment dus ook grootschalige registratie plaats van de uitkomsten en de kwaliteit van leven in een aantal grotere en kleinere ziekenhuizen die mensen met blaaskanker behandelen. Natuurlijk blijf je ook altijd zoeken naar middelen om de effectiviteit van je behandeling nog verder te vergroten. Door te combineren met nieuwe middelen of nieuwe bestralingsmethodes toe te passen. Ook altijd belangrijk is om te kijken of het niet toch patiëntvriendelijker kan. Bijvoorbeeld met minder bestralingen of een kortere bestralingsserie. En wat ook wel heel fijn zou zijn, is als we nog een goede slag kunnen maken in het beter voorspellen van de kwaliteit van leven en de blaasfunctie op termijn. U hoorde me net al even zeggen, het plassen zal in ieder geval niet beter worden dan voor de behandeling. Als je geluk hebt, wordt het naderhand weer min of meer zoals nu. Maar bij welke mensen dat nou wel gebeurt en bij welke mensen niet, dat is wel een beetje te voorspellen, maar nog niet heel nauwkeurig. En dat is ook wel iets om mee te nemen in je overweging. Dus, kan ik mijn blaas veilig behouden? Soms wel, maar niet altijd. Het hangt af van de tumorkenmerken. Of we denken dat de kans dat de kanker weggaat en wegblijft even groot is als met een operatie, of toch niet. De blaasfunctie, als de blaas het al heel slecht doet en hij wordt niet beter, is dat ook de vraag of je dat moet willen.
en hoe aantrekkelijk zijn de alternatieven, bijvoorbeeld zo'n operatie. En moet u dat wel willen, met het oog op de blaasfunctie. Ook een goede blaasfunctie gaat vaak iets achteruit als gevolg van blaasbarende behandeling. En hoe erg is dat? Daar heeft een patiënt zelf ook een belangrijke stem in. Dus laat u vooral gewoon goed informeren door een ervaren team. Dankjewel Martine voor je uitgebreide toelichting. Ik moet even naar de klok kijken. Dus Debbie, als jij vast richting het spreekgestoelte wil lopen. Ik denk dat de boodschap van Martine dus heel duidelijk is. Hè, dat voor u als patiënt of als naaste heel belangrijk is om u goed te laten informeren over de voor- en nadelen. En dat het wat mij betreft ook heel belangrijk is dat u niet alleen met uw uroloog praat, maar ook met uw bestralingsarts of de bestralingsarts in het ziekenhuis bij u in de buurt. En eventueel de oncoloog, omdat er dus meerdere opties zijn dan alleen opereren. Dankjewel Martine. Dat laatste presentatie is van Debbie Robrecht, internist-oncoloog hier in ons ziekenhuis. En Debbie gaat ons vertellen over immunotherapie bij blaaskanker. Dankjewel Joost voor de introductie. En ik wil jullie inderdaad meenemen in de behandeling over, met betrekking tot immuuntherapie bij blaaskanker en dan specifiek bij uitgezaaide vorm van blaaskanker. En enkele honderden patiënten per jaar presenteren zich met een uitgezaaide vorm van blaaskanker in Nederland. En al heel veel jaren is chemotherapie een standaard behandeloptie voor veel mensen. Maar daar is de laatste aantal jaren is daar ook immuuntherapie bijgekomen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Daarnaast zijn er ook nog wel een aantal andere opties, vooral hele nieuwe middelen, veelal nog in onderzoeksverband. Nou, immuuntherapie, ik zeg het ook heel vaak in de spreekkamer, immuuntherapie is niet één therapie, het is niet één middel. Net zoals dat we veel verschillende vormen van chemotherapie kennen, kennen we ook verschillende vormen van immuuntherapie. En er is een enorme ontwikkeling in wat voor vormen er dan zijn en waar ze op ingrijpen in het lichaam. En binnen blaaskanker is het zo dat we het dan vooral hebben over de vorm checkpoint remmers, of in het Engels checkpoint inhibitors genoemd. En we maken eigenlijk bij immuuntherapie gebruik van eigenschappen van het eigen immuunsysteem. En het eigen immuunsysteem, hier linksonder in het plaatje weergegeven, ja, dat bestaat in feite uit heel veel verschillende elementen. En is gebaseerd op het feit dat er verschillende immuuncellen in de bloedbaan, maar ook in de lymfevaten aanwezig zijn en ook in het weefsel aanwezig kunnen zijn. En die werken allemaal met elkaar samen, maar kunnen elkaar soms ook tegenwerken. Maar het feit dat die bepaalde eigenschappen hebben, die cellen, daar kan je gebruik van maken bij het ontwerpen van immuuntherapie. En immuuntherapie, zoals tot nu toe eigenlijk ontwikkeld wordt, wordt gegeven via de bloedbaan, over het algemeen eens in de 2, 3, soms 4 weken, afhankelijk van welk middel het is. Nou, zoals ik zei, er zijn verschillende immuuncellen in het lichaam. En bij checkpoint inhibitors is het zo dat het met name gaat om de T-cellen. En die T-cellen, normaal gezien, werken die als een soort van soldaten in het lichaam. En die soldaten die kunnen ook kankercellen aanvallen en een opruimingsreactie teweeg brengen. Zo hoort het te zijn, maar helaas zijn er verschillende situaties in het lichaam waardoor die T-cel niet goed zijn werk als soldaat kan uitvoeren. En een van die situaties is dat er als het ware een rem aanwezig kan zijn. Ja. Even tussendoor een korte vraag van de patiënt. Die vraagt zich af, kan ik een COVID-booster prik halen als ik immunotherapie krijg? Ja, dat kan. Daar komen heel veel vragen over uiteraard de laatste maanden. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Wat is de opbrengst van COVID-vaccinaties als ik behandeld word met immuuntherapie of bijvoorbeeld ook met chemotherapie?
En we weten dat het kan en dat het ook veilig is. Ja. Meer bijwerkingen van de boosterprik? Nee. Nee. Okay. Nou, hier zien jullie nog eens een keertje op deze slide die rem. En om dat uit te leggen, heb ik in het midden het plaatje van eigenlijk de situatie zoals die in het lichaam aanwezig kan zijn. En wat normaal gezien nodig is voor een immuunreactie, is dat de T-cel met zijn T-celreceptor de tumorcel herkent. En dat doet hij aan de hand van een antigen in het plaatje aangegeven. Maar tegelijkertijd kan een tumorcel ook PD-L1 op zijn buitenzijde hebben zitten. En PD-L1, dat is een ligand, zoals we dat dan noemen, wat dan ook herkend kan worden door die T-cel. En juist die interactie tussen die PD-1 en die PD-L1, die geeft dat remmende effect op de activiteit van die T-cel. Dus remt in feite die T-cel in zijn actie af, anders gezegd. Dus eigenlijk is dat ongunstig. Dat is ongunstig, ja. Maar dat is wel iets wat dus aanwezig kan zijn in meer of mindere mate. Nou, en als je denkt van, hé, ik wil toch dan eigenlijk die rem, daar wil ik iets mee, dan is dat de mogelijkheid om daar dus medicatie tegen te ontwerpen. En dat is ook gebeurd. Waarbij er dus zogezegd PD-1-remmers, maar ook PD-L1-remmers ontworpen zijn. Dat zijn beide vormen van immuuntherapie. En die gaan, oftewel aan die ligandzijde, oftewel aan die receptorzijde, gaan die binden. En doordat het bindt, en dan zie je bijvoorbeeld het voorbeeld van het rode driehoekje of het gele halve rondje. Door die binding van het medicament met een van die receptor of het ligand kan er geen interactie meer plaatsvinden. En hef je in feite dat remmende effect op. Dus we zeggen ook wel dat het remmen van de rem is. En daarom noemen we het checkpoint remmers. Dus die soldaat die kan dan weer aan de slag, ja, als het ware, om die tumorcel te doden. Precies, dat is het doel in ieder geval. Okay. Ja. Nou, en sinds een aantal jaren hebben we pembrolizumab. Dat is een van de PD-1 gebonden remmende checkpoint remmers, goedgekeurd voor de behandeling van uitgezaaide vorm van blaaskanker. Overigens ook voor kanker van de hogere urinewegen, hè, dus kanker van de ureter bijvoorbeeld. En wordt ingezet nadat patiënten eerder behandeld zijn met chemotherapie. En zoals Joost net al zei, je wil dus die T-cel weer zijn werk laten doen. Maar we zien dat het maar bij ongeveer 1 op de 5 mensen daadwerkelijk dat effect heeft. Dus dat het daadwerkelijk goed effect heeft. Als het effect heeft, dan heeft het wel een goede lange respons tot gevolg. En dat laat ik jullie zien in dit plaatje. Dit is een plaatje met een grafiek met de overleving. De overleving gemeten na ongeveer 5 jaar. En dan ziet u dat ongeveer 1 op de 5, hè, dus 20% van de patiënten die behandeld zijn met die pembrolizumab, dat die nog steeds in leven zijn, ondanks het feit dat ze uitgezaaide ziekte hebben. En dat is met de komst van immuuntherapie wel echt een enorme verbetering ten opzichte van de periode waarin we nog geen immuuntherapie konden bieden aan patiënten, maar enkel nog chemotherapie. Dan hadden we niet zulke getallen dat er na 5 jaar nog 1 van de 5 mensen in leven was met uitgezaaide vorm van blaaskanker. Dus dat is een enorme verbetering. Tegelijkertijd willen we heel graag weten bij wie het nou wel werkt en bij wie het niet werkt. Want als je niet net door gesteld wordt door het publiek, van hoe weet ik als patiënt of het werkt? Ja, nou, die vraag die vragen wij ons zelf ook als arts zijnde of als onderzoeker zijnde af. En daar gebeurt dus heel veel onderzoek naar. En dat is echt iets wat ongoing nog steeds gebeurt. Die vragen zijn nog niet allemaal beantwoord, maar we gaan wel richting steeds meer kennis op dit vlak. En dat is heel belangrijk, want als je patiënten van tevoren kan testen op een bepaalde kenmerk van de ziekte bijvoorbeeld, en je kan daardoor zeggen dat de immuuntherapie niet gaat aanslaan, en dan kan je zo iemand beter met misschien iets anders behandelen. Maar ook stel je dan niet iemand bloot aan een middel wat niet werkt, maar wel mogelijke bijwerkingen kan geven. Ja,
Heb je patiënten behandeld die zelf merken, als er nog geen scan gemaakt is, geen foto gemaakt is, dat ze het idee hebben van, hey, het slaat aan bij mij? Ja, toen eigenlijk net de immuuntherapie geïntroduceerd werd, en met name dan die checkpoint remmers, hebben we ook altijd geleerd van de respons treedt pas na enige tijd op. Toch zeker wel een aantal weken, al is het niet enkele maanden wellicht. En toch is het zo dat de patiënten bij wie het werkt, dat ze echt na 3 of 6 weken al zoiets hebben van, hey, ik voel wat, en dat is positief. Het is niet altijd te pinpointen, hè. Maar mensen merken toch relatief snel al welke kant het op gaat. Okay. Ja. Nou, daarnaast wordt immuuntherapie ook in studieverband verder onderzocht. Ook om te kijken van, hè, moeten we het niet ook in een andere setting inzetten? Bijvoorbeeld voorafgaand of net na de verwijdering van de urineblaas, als je nog geen uitgezaaide ziekte hebt. Of bijvoorbeeld als je een niet spierinvasieve blaaskanker hebt en je moet blaaspoelingen krijgen, of we dan combinatie met immuuntherapie veilig kunnen geven. En hoe effectief is dat dan, die combinatie? En hetzelfde geldt voor het onderzoek van de combinatie met dus bestralen plus chemotherapie van de blaas. Immuuntherapie kan samen met bestraling. Dat was een vraag vanuit het publiek ook. Ja, er is al heel veel onderzoek naar gedaan. Ook buiten blaaskanker, bijvoorbeeld bij longkanker is daar onderzoek naar. En het kan samen. Er worden nog steeds wel onderzoeken gedaan naar hoe effectief is het dan. Maar wat betreft de veiligheid, die lijkt er wel, wel te zijn. Dus het is veilig. Ja. Mogelijke bijwerkingen. Ik heb hier heel eventjes de vergelijking gemaakt met chemotherapie. Dat beschadigt sneldelende cellen, zoals kankercellen dat zijn. Maar het zijn bijvoorbeeld ook harencellen of cellen van de slijmvliezen, cellen van het beenmerg, al waar je bloedcellen gemaakt worden. En dat geeft hele andere bijwerkingen dan immuuntherapie. Want immuuntherapie is erop gericht dat je eigen immuunsysteem de kanker zou kunnen aanvallen. En het kan gebeuren dat je immuunsysteem daarin een soort van fout maakt en ook een goede structuur of een normaal functionerend orgaan aanvalt. En dat kan in theorie elk orgaan in het lichaam betreffen. Het is nou niet zo dat je dus, als je een bijwerking krijgt, dat meteen heel je lichaam aangevallen wordt. Nee, over het algemeen is het dan één plek al waar een ontstekingsreactie optreedt. En dan is het soms nodig om de immuuntherapie te onderbreken en al dan niet te behandelen met ontstekingsremmende medicijnen. Prednison is daarin eigenlijk het meest gebruikte medicament. En u kunt zich voorstellen dat als de darm ontstoken is, dat je daar diarree van krijgt. Of als de longen ontstoken zijn, dat je dan kortademigheid krijgt, hoesten. Maar klachten kunnen ook heel vaag zijn. En daarom geef ik ook altijd mee aan patiënten en ook aan hun familieleden. Op het moment dat je immuuntherapie krijgt en je voelt dat het gewoon niet goed gaat met je. Ook al kan je de vinger er niet goed op leggen. Je bent niet jezelf. En mensen in je omgeving zeggen ook, wat hij is raar of zij doet anders dan anders. Trek dan alsjeblieft aan de bel. Want ook dat kan in het kader zijn van bijwerkingen van de immuuntherapie. Op dit plaatje een aantal voorbeelden. De huid kan ontstoken raken. Meestal is dat alleen jeuk. Maar het kan ook gepaard gaan met huiduitslag. Kunnen we behandelen met medicijnen tegen jeuk en medicijnen tegen die huiduitslag. Longontsteking, ontsteking van dunne en of dikke darm. Oogontsteking, ontsteking van de schildklier, waardoor de schildklier ook zijn functie kan verliezen. En dan is het nodig om schildklierhormoon in een tabletvorm te geven, omdat die schildklier dan dat niet meer zelf produceert. En er zijn naast de schildklier ook nog andere organen in het lichaam die hormonen aanmaken. En als zo'n orgaan uitvalt, dan kan dus ook de productie van het hormoon of de hormonen die aangemaakt worden door dat orgaan stil komen te liggen. En daar kan je last van krijgen. En dat zijn nou net de zaken die van die hele vage klachten kunnen geven. Nou, concluderend, wat betreft immuuntherapie, is het eigenlijk het immuunsysteem wat het zelf moet doen. Helaas werkt het niet bij iedereen en doen we heel veel onderzoek naar hoe dat nou precies zit, zodat we beter kunnen selecteren welke mensen we in de
toekomst wel met immuuntherapie moeten behandelen en welke patiënten we met iets anders zouden moeten behandelen. Maar als immuuntherapie werkt, dan kan het effect jaren aanhouden. En bijwerkingen bestaan dus uit het ontstaan van ontstekingsverschijnselen en die kunnen in theorie op iedere plek in het lichaam voorkomen. Dat is dus bijvoorbeeld ook het hersenvlies of een deel van de hersenen of een deel van de zenuwbanen. Dat zijn ook mogelijke bijwerkingen. Heel veel dank, Debbie, voor deze mooie presentatie en het laatste verhaal. We zijn iets over de tijd heen. Ik wil alle mensen hier aanwezig heel hartelijk danken voor jullie inbreng en de organisatie hier in Erasmus C. En vooral u thuis bedanken dat u de moeite heeft genomen om te kijken en uw vragen te stellen. Ik wil nog een korte boodschap meegeven, want misschien u als patiënt of als naaste heeft waarschijnlijk meegemaakt dat er bloed werd geplast door u als patiënt of door uw familielid. Dat is vaak eerst het teken dat er iets niet in de haak is in de blaas. En dat is ook altijd een reden om naar de dokter te gaan. Dus plast u bloed, dat is niet goed. En die slogan willen wij in mei weer aandacht geven tijdens de blaaskanker awareness, de wereldwijde awareness maand, waar wij als Erasmus MC ook weer aandacht aan zullen geven. Heel veel dank voor uw bijdrage, komst en een fijne avond gewenst.